Oké mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe video. En ik heb weer een nieuwe video voor jullie en ik wil graag eventjes naar buiten toe. Maar het is freaking koud en daar hou ik niet van. Ik wil even op de trampoline, want dat heb ik echt al fucking lang niet meer gedaan. Ik denk dat ik al echt een half jaar niet meer op mijn eigen trampoline ben geweest. Dus dat is echt dom, want daarvoor heb ik de trampoline. Ik ga eventjes vragen hoe koud het is. Google, hoe koud is het? Google reageert op mij. Hij zegt het is min 2 graden. Dus dat is best wel koud. Zo net was het nog min 4. Dus het wordt al warmer. En het zonnetje schijnt ook. Kijk mensen, het zonnetje schijnt ook. En er zit hier zo'n ding voor de muggen. Dus we doen het raam weer gauw dicht. Dus ik ga even naar de trampoline toe. Ik moet hem nog wel helemaal schoonmaken. Ik denk dat er ijs op ligt. Want ik heb een half jaar niet gebruikt. En dan moet je dingetjes schoonmaken. Dus dat gaan we eens eventjes doen. Kijk, er ligt gewoon ijs op. Au. Kijk. Kijk, er ligt gewoon ijs op. Hier, kapot. Kijk, er ligt gewoon ijs op. Ijs. Iemand een ijsje? Ik kom voor dit. Ik ga even vrijmaken. En want het is echt fucking koud. Het is niet zo koud. Maar... Oh, nee. Het wordt nat. Zou ik een backflip doen hier? Kan ik dat? Het ligt ijs op de trap hoor. Ja, ik ga hem ijs koppen. En er ligt ook water op. En dat moet er eerst af. En al het ijs. En dan kan ik misschien zalten doen. Dus dat gaan we even doen. Dit is een tactiek. Het is een tactiek om je trampoline schoon te krijgen. En we vegen alles zo de trampoline af. Dit lag ook al op de trampoline. En het is best wel dik. En ik krijg het er gewoon niet af. En nou is het kapot. Maar we gaan nog even doorstrijden. Want ik wil een paar flipjes voor jullie doen. En straks ga ik nog eventjes naar Rebound. Want daar is het wel lekker warm. En hier is het wat koud. Maar ik moet en zal weer wat flipjes doen. Dat kan ik in ieder geval zeggen. Dat ik mijn trampoline na een half jaar weer heb gebruikt. Mooi pet. Ik ga even kijken of ik nog een back full kan. Want als ik flips doe weet ik eigenlijk nooit waar ik ben. Want ik heb daar een muur. En die heb ik van die stomme bosjes. En dan lijkt het net alsof ik heel dichtbij ben. En dan durf ik niet. En dan stop ik. Dus ik moet gewoon doordraaien. Kijk, ik ging al heel ver naar de zijkant. Dat was eng. En met schoenen springen op de trampoline zo naar. Wow. Ik ga zo laag op tijd. Dat ik niet meer weet waar ik ben. Ik zie altijd mensen doen, die doen een anderhalf backflip en dan doen ze een kaboom. Maar ik kan dat niet, ik weet niet waar ik moet draaien. Ik zit hem altijd te laat in, dus ik ga even proberen. Laat het weten in de comments wat ik fout doe. Dat gebeurt dus altijd, ik ga alle kanten op. Ik ga het gewoon nog even proberen. Yes! Hij is gelukt, maar hij gaat nog steeds niet helemaal soepel. Nog een poging. Hey. Ik ga gewoon eten. Het is gewoon lekker. Nee, het is niet lekker. IJs, jij moet niet aan mijn trampoline zitten, want dat vind ik niet leuk. Hij gaat al beter. In de zomer ga ik die dubbelspoppen daaruit.
als jullie nou willen dat ik in de zomer vaker op mijn trampoline ga, laat het even weten. En dan ga ik dat doen. En dan ga ik niet zo poesie zijn om geen dubbels te gooien, want dan ga ik dat ook gewoon doen. Dat ben ik nu eigenlijk wel. Maar kijk, ik heb een schoentje aan. En dat is eigenlijk niet zo heel fijn om op te springen. Maar ja, ik doe het toch wel, anders krijg ik koude voeten. En dan kan ik ook geen flips doen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video, later! Nee, natuurlijk niet, grapje. Ik ga zo meteen richting rebound. Tom gaat me zo ophalen met de auto, want we zijn heel lui. Ik ga even de trampoline weer afdekken, want anders heb ik heel veel ijs liggen en dat wil ik niet. Moet ik hem telkens schoonmaken, dus ik zie jullie zo meteen. Is dit de taxi? Is dit de taxi? Lekker. We zijn net even naar de winkel geweest en we zijn nu bij Rebound, daar zo. Ik zie het niet, een beetje veel licht, maar we gaan even springen. Toen heeft de kaart gehaald voor in zijn, wat is het? Een soort van action cam, onderwatercamera, dus die kan hij zo even uitproberen. En ik heb mijn GoPro ook mee en dan laat ik zien wat ik zie in mijn flips. Normaal heb ik mijn ogen altijd dicht in mijn flips, dus ja, maar ja, op beeld zie je het wel beter. Dus dat gaan we eventjes doen, ik heb de GoPro bij me, dus het wordt wel vet. Nee, het is 2:15. En om 3:00 gaan ze pas open en dan komen er pas mensen. Maar dat uur zit ook nog leeg, dus we moeten het even met een lege hal doen. Dat kan prima, ja, denk ik. Alleen mogen we niet op. Nee, we mogen nog niet op, want Esther zit er ergens onder. Kijk, daar. Volgens mij zie je dit niet. Dat is wel goed ook. Nee, maar je hoort het wel. Dat ding rolt niet, hè? We zitten... Oh. Nee, zwart. Ja, je zit mij wel op? Nee, we zien je niet. Oh, wacht. Oh, ik zie jullie nog goed. Ik ben hier, achterin, onder de trampo. Ja, ik ben er onder de trampo. Oh, my God. Shit. Esther, doe eens wat trucjes. Jij moet wat trucjes doen. Wat je. Wow! Vet cool. Esther van Zuid. Ja? Esther van Zuid. Is dat, ga je het nog een keer zeggen? Nog een keer? Esther van Zuid. Dat is al nummer 4, nummer 5. Esther van Zuiden. Top. We zijn klaar met springen. We gaan nu eventjes naar de Mac toe. We gaan even wat lekkers eten, want we hebben best wel veel honger. En we zijn wel uitgesprongen, want ik heb vanochtend al gesprongen en net. Dus we gaan eventjes naar de Mac toe. Ja, let's go! Natuurlijk vergeet ik hier niet. Oh! We zitten in de auto, gaan even naar de McDonald's. Want we zien wel een hapje eten. Gaan we naar de McDrive of gaan we binnen? McDrive? Drive, hè? Ja, ja, we gaan naar de McDrive. Ik wil graag 6 kipnuggets. Dat zijn er 5 bij. En ja, zoetzuur. Ja. En een medium vanille milkshake. Hebben jullie 20 kipnuggets? 20 kipnuggets, doe je er 5 bij? Nou, doe er dan maar 6 eigenlijk. Sorry. Heb je nog geen kippen? Nee, die 20 mag er af. 20 mag er af en dan 6, hè? Ja. Doe je er 5 bij? Nee, barbecue saus. Mag u door naar Instagram? Die wil deze zak hebben, je kan hem gewoon gratis ophalen, denk ik. Of gooi hem in de prullenbak. Doe maar. Dit is wel lekker slim.
Dan pleurt hij er nu uit. Hey. Hij is echt uit. Hij ligt nu op de grond daar. Ah, mijn tijd. Nou, Tom, was leuk. Yep. Tot de volgende keer. Bedankt voor de taxi. Oké mensen, ik ben weer thuis. Eindelijk. Was een leuk dagje met Tom vandaag. Ik ga zo meteen mijn video editen. Van de pijlen boven schieten. Heb je die nou nog niet gezien? Check hem eventjes. Link staat in de beschrijving. En je kan hem hier ook checken. Superleuke video. Hij is echt gek gelukt. Komt 2.0 aan. Je wil nog veel weten. Dus daar gaan we ook even aan werken. En ja, hopelijk vond je dit een leuke video. Wil ik nou vaker filmen en waar ik naartoe ga? Laat het even weten in de comments. En wie weet ga ik het wel doen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker even op ons kanaal. En doe het blauwe duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.